straat van Amsterdam nu in. Nieuwe Hoogstraat. Ja, dat eerste stuk heet de Damstraat, maar daar zijn zoveel toeristen. Ja, ik moest hier wel langs omdat ik iets moest posten. Oké, jongens, daar gaan we. Na maanden van niks doen ga ik nu proberen om hard te lopen. Het is ijskoud, hè? Het vriest of zo. Nou, het vriest. Het is koud. Dus tot zo. Lekker. Echt blij dat ik hier ben. Maar het gaat oké. Dus ik doe elke keer een stukje rennen, een stukje wandelen, een stukje rennen, wandelen. En dan gaat het wel oké met mijn knie. Tijn gaat, ik was dus even drankjes doen. Wat is het? Vrijdagavond? Ja. Nee, zaterdag. En we wachten nu op een van jouw beste vrienden, Sonny. Die komt zo aan vanuit New York. En daar gaan we even een hapje mee eten. Tijn heeft hem heel erg gemist. Ja. 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 Ik hou hem even op de achtergrond. Waar zijn we? We doen drankjes bij Franciscus van der Meer. Oh, die is een slechte gast hier. Die blijft gewoon zitten. Ja, die blijft zitten. Maar die doet wel de gordijnen open, gelukkig. Oké, okay. Kijk maar naar buiten. Ik zal het uitzicht even laten zien. I don't do hosting. It's just fabulous. Morning. Ik heb weer geen eten in huis, dus ik ga naar de Albert Heijn. Echt zin in. Nu eigenlijk een volledige rijsttafel. 9 uur. Ik heb eigenlijk lag op tijd in bed, maar het was heel gezellig. En we waren op vroeg begonnen, dus ik heb toch wel een katertje. En ik heb zin in pittig, spicy, iets lekkers. Ik ga even kijken bij de appie. Morning. Even aan het ontbijten. Mijn broertje, vader en vriendin van mijn broertje komen zo op visite. Gaan even een rondje lopen. Even wat eten samen. Dus ik moet hier ook nog echt even gaan opruimen. Oh ja! Waarom ik deze video instart is omdat mijn moeder van die gebreide wollen trui die ik voor haar heb gevonden nu echt een te gek kus heeft gemaakt. Dus ik laat nu even een stukje video zien met het eindresultaat. Want het ziet er echt heel leuk uit, dus ik denk dat het ook nog wel een tip is voor andere mensen, dat je het zelf kan maken. Het is eigenlijk een do-it-yourself van mijn mom.
ben hier in Oost al en ik ben een beetje te vroeg, want ik ga nu met Gijske even lekker koffie doen en ik ga proberen of ze mee wil naar een kringloopje. We hebben de deur op slot gedaan, dus ze konden allemaal niet meer naar binnen. En het was helemaal... Rommelpiet. Ik weet het nog, er was allemaal de stoel op de tafel. En de juffen, die waren nog het meest hysterisch. Van, jongens, waar is de sleutel? Waar Jan? Waar Jan, heb jij de sleutel? Nee, ik heb... Oh! Het was echt maar... Gegeel! Mom life. Maar ja, het is toch gewoon... Het is toch enig. Enig. Maar die kinderen worden niet meer rustig vandaag, hoor. Nee. Ik je vertellen. Ik heb goed nieuws, want ik had al op de fiets gezegd dat ik jou zou gaan proberen te verleiden om mee te gaan. Ik sla je op, hoor. Nee. Dit geschreeuw ook. Die naast of zo. Is dat je goede kat? Nee. Wat is überhaupt een goede kat? Er staat alleen een palmboom op. We zitten weer in die cel. Even, wat is de tour, Gijs? Waar gaan we ook weer naar? Eerst een Guido Italiaan. Ik ga eerst een pakketje wegbrengen naar de schoenmaker. Want ik heb dus zo'n gênante actie gedaan. Ik had bij de Weekamp iets besteld voor Arie, voor Sinterklaas. Als hulp Sinterklaas, want Sinterklaas had mij een berichtje gestuurd. Dat hij geen tijd had of ik dat wilde doen. Zei ik, tuurlijk, Sinterklaas. Dus ik had dat gedaan. Een dag later, fucking Black Friday. Oh, sale. In de sale. Hoeveel? Dus ik, 15 eraf. Ja. Dus ik die ene weer retour gedaan, nieuwe besteld. Ja. Komt dat pakketje, wordt gewoon niet opgehaald de hele tijd. Dus nu moeten we dat even wegbrengen, maar ik al kort gezegd... Sorry voor deze... Gideon Italia. Ik denk dat ik het hier... En dan gaan we naar huis. En dan opeens Cyber Monday, Crazy Tuesday, Wiki Wednesday. Wat zijn al die dagen? Kom die op. Hele Black Friday die 2 weken duurt. Het, in de naam zit Friday. Ik zag en laatst ook... zijn mensen 2 weken Black lang... Black Friday lang. Week. Ja. Toen dacht ik ook, wat is Black Friday Week? Ik word daar niet goed van. Oké. En dan gaan we naar Guido Italiano en dan naar Rattenplan in Oost. Ja. De muziek is er verrot uit. Is dat zo? Ik weet wel waarom. Tinder update doen? Ja, ik heb niks up-to-date qua Tinder. Heb je mijn vlog van gisteren al gezien? Nee. Daar zeg ik dus dat het met die eerste poging, date-poging, nu weer gestopt is. Mm-hmm. Door omstandigheden. Ja. Maar ik heb dus een nieuwe date. Dus de Tinder-updates zijn weer terug. Dat is een leuke update. Jij vond hem leuk, hè? Ja. Op foto en omschrijving. Oh. Ja, nee, echt. Heel leuk. Ja, ik hou er wel jij van. Jij vindt hem goed bij mij passen. Hij is meer zoals ik. Wij lijken op elkaar. Terwijl normaal val ik op het tegenovergestelde. En dat is op zich wel goed. Want die van mij is natuurlijk, was vroeger ook mijn tegenovergestelde. Maar nu niet meer hoor. Die outshined mij nu. Een drukke man heb ik opeens. Hij was altijd zo rustig. Nou, met Koningsdag. Een selectie maken. Verkopen. Koningsdag is om te feesten, niet om te verkopen. Ben je ik wil gaan verkopen op Koningsdag. Nee. In de Watergraafsmeer? Kom je bij mij drinken? Ik heb ook wijn. In de Watergraafsmeer? Ja. Ga je met je zus? Bijvoorbeeld. Ik dacht misschien ook dat met jou. Dat vind ik wel heel leuk. Gewoon daar met een wijntje. Ja, het is heel te druk gezellig. Hoor, Watergraafsmeer. Maar nee, echt onder de voet gelopen. Je mag voor... Eppo's huis? Ja. Ik zou daar zeker gaan zitten. Even back to nu. We gaan nu... Oh ja. We are vintage. Voor op zaken. Het is oktober. We gaan nu even naar We Are Vintage. Oh, hij is dicht. Nee. Wat is het dan? Oh. 11 maar, uur. Luister, we gaan eerst naar die en dan gaan we... 11 uur gaan ze pas open. Hoe laat is het? Het is 10:30. What a wonderful world. Kijk, hier zit dus kringloopcentrum, de locatie. Hey, wat gebeurt hier allemaal? Oh, dit is leuk, hè? Dat ding daarboven. Schapenschilderij. Kijken of we hier mogen filmen. Oh, heb je wel zin in, Gijs? Dit is wel te mooi. Dit kan ik niet laten liggen. Dit is wel mooi. Ja. Ja. Ik zie weer iets voor jou. Ja. Oh ja, maar hou nou op. Oh, maar ze zijn er. Nee, deze. Oh, maar ik vind deze best wel mooi. Ik haat het dat ik altijd potten... Die zijn heel mooi. Ja. Moet ik daar nog in? Nee. Jij doet altijd haar. Kijk, en deze.
Ja, hou op hoor, met je huis. Ja, omdat jij een designhuis hebt, kan jij dat? Ik kan dat niet. Designhuis, zeg maar gerust leeg huis. Ik begin me er ook echt aan te irriteren. Dat het zo leeg is. Ja? Mag jij gewoon in mijn fietsen? Dat stond open. Dan durf ik het. Wat is? Een soort strippers. Ik krijg een heel erg hoge Linda de Mol, de huwelijks surprise show. Ja, Honeymoon show. Honeymoon show. Marmeren dingen voor een datum. Oh, en je pen. Lijkt ook mijn maat, maar één nadeel, ik draag geen mini. Want dan moet ik met panties en majo's in de weer. Ja, ik dacht misschien over een broek of zo? Nee, dat vind ik deze lengte niet. Okay. Deze kleur is mooi. Oeh, ja, maar ook weer zo'n mini. Ja, dit is de mini. Nee, want kijk, als die rok tot hier komt, of tot hier, vind ik het leuk met een laag, maar zo'n mini. Ja. Een sportafdeling zoeken. Toch meer zin in sporty dingetjes. Hebben ze dat hier? Oh ja. Zo groot dat ik het tof vind. Heel mooi. Wat vind je van de artworks? Ik vind die achter wel leuk, die voor... Voor niet, hè? Nee, maar dat hoedje achter vind ik wel weer geinig. Hey, you look awesome, hè? Terwijl ik in groep 12 zaten, was dit de kleur. Ja. Wow, die tape is vet, hè? Ja, dit stuk, hè? Ja. Mooie zijde. Is die scherp, denk ik? Ja. Met een Chinees bloempje. Die kleur is mooi, hoor. Ja, wit met geel. Denk. Heel mooi. Mooi. 30. Kan je niet afdingen? Ja, maar wil ik deze? Ja, hè? Ik vind het vooral leuk dat hij zakjes heeft. Ja. En ik denk dat je hem van de zomer ontiegelijk veel draagt. Ja. Welk lichaam is deze? Te klein? Man. Maar kijk, deze is gevoerd, echt Gijs. Te klein, maar wel... Dat is echt extra lekker eraan. Deze daar doe je heel mooi. Heel erg jouw stijl, omdat hij zo boxstoer. Ja, het is een beetje een sportkimono. Ja. Ja. Even een visje. Ik neem een haringtje. Jij? Morning. Het is zaterdag. Ik ga nu mijn haar wassen. Oh jongens, het kan niet meer. We hebben die look weer. Deze look. Dus ik ga het nu even wassen en feunen, stijlen. En dan is dit het eindresultaat. Oké, en ik ga nu laten zien wat ik allemaal heb gekocht met Gijske. Dit ding namelijk. Ja, het is gewoon in principe een houten standaard. Maar wat ik, of houten kandelaar. Maar wat ik zo mooi vind is die... hele dikke laag lak. En na die vintage shop liepen we over de Dappermarkt. En daar hadden ze dus... Het was zo'n kraam met allerlei rommel. Maar ook t-shirts. En ze hebben dus twee t-shirts in XL van One Way Fashion. En ze hebben zo'n hele mooie dikke... neckboard. Daar hou ik dus van. Dat weten jullie. Ik hou van grote witte t-shirts. Oh ja, super. Ja, ik zag het al. Dat die mouwen ook extreem lang zijn.
Dat komt ook omdat hij groot is, maar alsnog is die mouw ook lang. En dat vind ik nu gewoon weer helemaal cool. En nu is die heel fluid, dus niet droog. Maar ik denk als ik hem een paar keer heb gewassen dat hij ietsje meer body heeft. Oké, dus daar heb ik twee van. En nu komt het mooiste, namelijk deze jurk. Heb ik voor 3 euro gekocht. Het heeft dus een dropped waist. Dit heeft dus een heel gaaf silhouet. Dus ik ga hier even iets bij aantrekken en dan ga ik hem met. Die kaarsstand was 4,50, deze jurk 3. Oh, dit tasje heb ik van Quentijn gekregen. Oh, die t-shirts waren 2 euro per stuk. Oké, tot de volgende. Yes, I adore you all of the time. I like to...